Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering in spoedvergadering bijeen ter zake COVID-19. Anshel Wallerlei Kumbangsila krijgt coördinerende taak binnen COVID-gebeuren. Profvechter Jarzinho Biggie Boy Roosestruit maakt opwachting bij president. En COVID-19 is terdege en overal aanwezig. De regering is op maandag 7 september in spoedvergadering bijeengekomen ter zake de COVID-19-situatie in ons land. Op het kabinet van de vicepresident hebben vicepresident Ronnie Brunswijk en leden van de Raad van Ministers zich wederom gebogen over dit onderwerp. De ontmoeting was een voortzetting van het overleg dat de regering op zondag 6 september had omtrent de aanpak van COVID-19. Minister Ramadien, de Raad van Ministers heeft zich vandaag wederom gebogen over het COVID-19 vraagstuk. U bent daarbij ook aanwezig geweest. Wat is zoal besproken vandaag? Nou, laat het duidelijk zijn dat wij gisteren, zondag, hebben vergaderd en overleg gevoerd met een aantal sectoren, vertegenwoordiging van sectoren, bijvoorbeeld de VSB, ASFA, de bus- en boothouders, de casinohouders, dus de gamingboard, maar ook de recreatieorde, horecasector. In elk geval een hele brede sector. En we hebben geluisterd naar de sectoren wat betreft de input aangaande de COVID-maatregelen en hoe we verder als gemeenschap, als Suriname, verder moeten met COVID. We hebben ook in het beleidsteam vergaderd gisteren en ook hebben we DNA-commissie COVID gehad als partner, als stakeholder. En we hebben op basis van die evaluatieronde die we gisteren gehad hebben enkele belangrijke conclusies mogen trekken. Die hebben we vanmorgen doorgebriefd naar de president Chan Sant'Oki. En we hebben dan besloten om na zijn overleg ons weer terug te trekken met enkele ministers. Het is niet de hele raad van ministers, maar enkele ter zake deskundige vakministers dan. En we hebben enkele belangrijke conclusies kunnen trekken. Eén belangrijke conclusie is dat alle sectoren hebben aangegeven dat zij bereid zijn de verantwoordelijkheid te nemen om middels de door ons vastgestelde protocollen voor een veilig normaal, voor veilig werken binnen de diverse sectoren, en dat zijn er een aantal. We hebben intussen meer dan 15 tot 16 protocollen geproduceerd voor diverse sectoren. En reeds zijn we in overleg ook vanuit het ministerie met de diverse sectoren om na te gaan in de praktijk hoe bereid de diverse sectoren zijn om volgens het nieuwe normaal dan volgens de protocollen te werken. En één ding mag ik u wel zeggen, dat de sectoren dus hun argument hebben aangehaald. Ook aangegeven hoeveel verliezen zij leiden, welke impact de maatregelen hebben die wij hebben genomen op hun ondernemingen en in hun sectoren. Vaak gaat het om het financiële, maar niet eens daarover. Ook nog de ontwrichting die je in de maatschappij ziet. U weet dat er maatregelen zijn afgekondigd door de regering. En de vraag is dus toen gesteld hoe wij verder gaan met het COVID-traject. Gaan wij beginnen te versoepelen. U moet weten dat wij als regering ook een presentatie hebben gegeven over de cijfers, de COVID-cijfers, qua positieve en aantal infecties, ook ziekenhuisbezettingen. En we zien inderdaad een licht dalende trend, wat natuurlijk een goede ontwikkeling is in het beheersbaar houden.
We zien ook een lichte daling in onze bezetting van de ziekenhuizen. We zien een beetje ruimere IC-capaciteit. We zien dus een aantal ontwikkelingen die wel gunstig zijn. We gaan naar een stukje normalisatie. Maar als je gaat normaliseren, dan moet je het natuurlijk wel verantwoord doen. Op basis van de feiten, op basis van jouw statistieken. Maar ook op basis van een verantwoorde manier van werken. Waardoor we die stabiliteit die we al met z'n allen beogen, dus die curve dat het gaat afvlakken, dat we dat ook snel, dat we dat ook zo kunnen houden. En natuurlijk dat we moeten voorkomen met z'n allen dat wil je gaan naar een stukje normalisatie, dat je moet vermijden dat je weer een stijging krijgt in infecties. En dat is dus het grootste zorgpunt hoe je dat correct doet. Maar goed, we hebben de sectoren betrokken, we hebben diverse argumenten aangehoord. Ook de DNA-leden hebben hun zegje gedaan. En we hebben vandaag dus met de ministers ook besproken. De president heeft ook zijn mening gegeven. En we zijn er allemaal mee eens dat we naar een stukje normalisatie kunnen. Echter moet dat verantwoord geschieden. Dus daarom is besloten dat deze week nog de maatregelen gelden. We willen nog steeds de ruimte geven aan onze medici en ons personeel, ziekenhuizen. Om inderdaad die druk die er is te kunnen opvangen. Maar ook zien we dat, hopen we dat in deze week de trend van daling een beetje verder gaat. Het is belangrijk te weten dat wij dus hebben besloten, enkele belangrijke zaken, dat we deze week gaan gebruiken in overleg met de sectoren. Om na te gaan welke sectoren en bedrijven ready zijn voor het implementeren van de protocollen. Er zijn checklists, er zijn enkele voorwaarden waaraan je dient te houden, er zijn enkele investeringen die je moet plegen. En daarvoor ga je niet ad hoc beslissen, want als je begint eenmaal, moet het wel veilig zijn. En dat heb ik al net aangehaald, de sectoren zijn bereid. Dus we gaan deze week, en we zijn al bezig geweest de vorige week, we gaan deze week nog een beetje verder met het verder inspecteren, het verder bekijken met de sectoren, welke bedrijven allemaal open kunnen, welke bedrijven zich willen committeren aan een protocol. En we willen deze week dus gebruiken om dat af te ronden. En we willen dan in het weekend verder besluiten. Indien de sectoren ready zijn en wij als overheid ready zijn met onze controle op de naleving van de protocollen. Want u begrijpt, als een protocol wordt ingevoerd, dan moet het ook worden nageleefd. En de naleving heeft als doel dat de cijfers en de besmetting van gevallen tot het minimale beperkt wordt. En daarop moet je ook controle uitoefenen. Natuurlijk kunnen wij die controle niet laten doen door de sectoren. En moeten wij als overheid die controle doen. En daarvoor zijn er hier de overheid diverse inspecterende organen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Milieuinspectie, aan de ECD, Economische Controledienst, Arbeidsinspectie, de politie, de militairen en dergelijke andere instellingen, die NVB bijvoorbeeld voor de bussen. Dus zo zijn er genoeg mogelijkheden die de overheid heeft om tot inspectie over te gaan. Anshel Walerlei Kumbangsila, de directeur van het Elsje Vink Sanitair College van COVAP, heeft sinds kort een coördinerende taak binnen het COVID-19 gebeuren. Zij is als onafhankelijke functionaris binnen de zorg door het ministerie van Volksgezondheid aangesteld om te helpen op het stuk van human power en materiaal. De communicatiedienst Suriname had hierover een gesprek met directeur Walerlei Kumbangsila zelf. Zij ging ook in op de Grand Tangi-campagne om frontliniewerkers te waarderen en motiveren. Om die zorg te kunnen garanderen, dat samen met de directies van de ziekenhuizen te bewerkstelligen. En dat is eigenlijk heel breed. Het heeft te maken met beddenbeschikbaarheid, met personeel, maar ook met materialen, middelen, protocollen, structuren die nodig zijn om op te zetten, zodat de hele zorgverlening goed wordt georganiseerd. Oké. Ik neem aan dat is heel veel werk. Hebt u een speciaal bureau daarvoor ingelegd? Hebt u ingericht? Hebt u een commissie die u bijstaat? Hoe gaat het allemaal aan toe? Want we weten ook dat u directeur bent van COVAP. Ja, dat klopt helemaal. De crisis is eigenlijk sedert maart al begonnen. En ik stap dus in een sneltrein in augustus. Er is heel veel dat aandacht verdient en ik heb geen speciaal bureau.
daarvoor nog. Ik heb vanuit het ministerie ondersteuning van diverse functionarissen. En veelal gebeurt eigenlijk op locaties van diverse instellingen. Dus ik ben eigenlijk heel veel gewoon in die praktijk, et cetera. En we proberen ook tussen alle geldende spelregels die er zijn voor COVID, het werk te doen. Een van de zorgpunten, zeker 2 maanden al, is human resources, human power. Er zijn niet genoeg mensen. Er is een campagne op touw gezet. Hoe loopt dat nu met die campagne ter werving van human resources om te helpen bij de COVID-zorg? Ja, dat klopt inderdaad. Doordat de crisis zich heeft gaan ontwikkelen, waren er op alle fronten meer mensen nodig. Namens het ministerie is er toen ook een oproep geplaatst voor iedereen die eigenlijk beschikbaar is en gekwalificeerd is om de zorg te verlenen. We hebben ook gekeken naar studenten die al aan het afstuderen zijn, in hun laatste fase zijn. Met de verpleegkundige directeuren hebben we calculaties gemaakt hoeveel mensen nodig zijn, welke functies zijn er nodig voor de beschikbare bedden die er zijn. En het is steeds passen en meten, want we kunnen de mensen niet klonen, om het zo te zeggen. Het is steeds passen en meten. Ziekenhuizen werken samen, maar ook bijvoorbeeld de regionale gezondheidsdienst. We lenen van elkaar, we schuiven, we kijken op dagbasis. Wat is er nodig? Waar kunnen we vinden? Hoe kunnen we dingen invullen? Oké, en wat is de rapportage vanuit het veld? Zijn de mensen binnen de zorg, zijn ze echt willing? Hebben ze een hart ervoor? Verlenen ze hun medewerking om te helpen in deze crisis? Ja, ik moet zeggen, ik ben 3 weken geleden gestart. En ik heb het aan diverse mensen gezegd. Ik ben eigenlijk al die geweldige mensen tegengekomen. Geweldige mensen in die zin dat je merkt dat die gezondheidszorg goed kennis heeft, weet wat er moet gebeuren. En iedereen doet heel hard zijn best om een bijdrage te leveren midden in deze crisis. Je merkt ook dat mensen zijn vanaf maart bezig, mensen zijn moe, mensen raken op. Dus naast aantallen gaat het ook om een stukje, wat kunnen wij als mens nog meer aan? En je merkt dat dat heel veel trekt op alle human resources binnen de gezondheidszorg. Gaat het niet alleen om de verpleging, maar ook om de artsen, om analisten, op iedereen letterlijk die in die hele keten van gezondheidszorg zit. Maar iedereen doet keihard zijn best om hun bijdrage te leveren. Wat heeft u in planning te doen de komende periode om de mensen te blijven motiveren om door te gaan? U weet, de mensen laten hun huis van 's morgens vroeg, draaien 12-urige diensten, daarnaast heb je nog je gezin. Mensen hebben motivatie nodig om door te zetten. Wat zal er gedaan worden de komende periode om de mensen te motiveren? Ja, hele mooie vraag. Het ministerie erkent dat ook. En heel vroeg, eigenlijk al reeds in mijn eerste week, toen ik diverse oriëntatiegesprekken heb gehad, was dat al duidelijk dat we iets moeten doen. We moeten teruggeven aan de mensen. We zijn bezig een Grand Tangi-campagne uit te werken richting alle werkers in de gezondheidszorg. En ik roep dan ook van hieruit de hele Surinaamse samenleving om mee te werken aan deze campagne. We komen terug naar die gemeenschap. Wij verwachten dat die gemeenschap ook terug gaat geven aan de mensen die zo hard werken binnen die gezondheidszorg. En met die campagne willen we dus dat ook wel doen voor onze mensen.
Jarsinho Rozenstruik, meer bekend als Biggie Boy, die is terug in Suriname. Hij heeft een ontmoeting gehad met de president van de Republiek Suriname, waar de minister van Buitenlandse Zaken en ook de voorzitter van de NPS bij zaten. We gaan een luchtig gesprek voeren met de bekende Biggie Boy. Welkom terug in Suriname, Biggie Boy. Dankjewel. Het voelt goed aan. Het is altijd leuk als je na je wedstrijd weer naar Suriname komt. Even weer de familie en vrienden een beetje koesteren. Een beetje gezellig zijn natuurlijk. En het voelt goed aan als je een tijdje blijft. En als je terug moet vechten, ben je gewoon goed gecharged om weer aan het werk te gaan. We gaan even terug naar het gevecht. Hoe is die ervaring voor jou geweest van het laatste gevecht? Nou, ik kan het bekijken van verschillende kanten. Het heeft heel veel ervaring. Sowieso leerrijk. En ja, zoals ik al eerder zei, we zijn er nog niet en we blijven leren en we gaan gewoon voor de nummer 1. Ik ben nu nummer 3 gerankt in de wereld en ja, ik ben nummer 3 van de wereld. Dus. Is zeker nu een prestatie, maar is nu waar we willen zitten. We gaan voor de nummer 1 en daar werken we naartoe. Begrepen dat jij ook zit in de game van UFC. Hoe is dat zo ver gekomen? Ik vind het geweldig. Ik ben zelf ook een gamer. Ik speel altijd game. En hoe moet ik het zeggen? Het is gewoon een eer om gewoon in een game uit te komen als een karakter. Ook de eerste Surinamer in de UFC en dan ook een eerste Surinamer in de UFC game. En als ik zelf speel en ik zie de Surinaamse vlag daar onder mijn naam staan en dan voelt het gewoon goed aan. Het geeft gewoon een warm gevoel. Komen er meer gevechten voor Biggie Boy? Ja, er komen zeker meer gevechten. We zijn gepland voor, of we zijn niet gepland. Ik wacht eigenlijk op de winnaar van de nummer 2 en de nummer 5 of nummer 4. En aan de hand daarvan gaan we zien als die beschikbaar is, zo niet, dan zal de UFC wel met iemand anders komen en wij gaan sowieso nog in actie komen van het jaar. Oké, okay. Nou, er is voor mij iets gezegd door de president net. En dat is dat velen een voorbeeld aan je kunnen nemen, omdat anderen hun heil gaan zoeken wanneer ze zijn begonnen met de carrière. Maar jij komt steeds weer terug. Waarom kies je daarvoor? Nou, het is altijd leuk om even de president te zien en van je land. En ja, zoals er wordt gezegd, het is een hele grote prestatie wat ik daar lever. En als je de warme woorden van je president kan horen en hem gewoon in de ogen kan aankijken, dan voelt het altijd goed aan. Suriname is trots op je. Wat zeg je aan Suriname? Nou, ik wil Suriname bedanken dat ze achter me staan. En de liefde, de warmte, wat ze me geven op alle vormen, alle manieren. Ik voel het, ik zie het en ja, ik waardeer het echt. En op zo'n wijze dat ik het krijg, dat ik het zie, geeft het me nog meer kracht, power en motivatie om verder te gaan. Ja. Het aantal overledenen als gevolg van COVID-19 heeft in de afgelopen dagen een stijging vertoond. Veel gezinnen zijn in de rouw gedompeld doordat dit besmettelijke virus dat de wereld al maanden in zijn greep houdt, zonder aanzien des persoon toeslaat. Dit moet bij ons nog meer het besef teweeg brengen dat er terdege en overal rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van COVID-19. Het is niet de tijd om u er niets van aan te trekken. COVID-19 is al lang geen ver van onze bedshow meer. Door nonchalant gedrag kunnen wij er alleen maar aan bijdragen dat de besmettingen toenemen en meer levens in gevaar komen. Het is niet te veel gevraagd om zich te houden aan de maatregelen tegen verdere verspreiding. De regering is zich er terdege van bewust dat deze maatregelen u mogelijk beknotten in uw vrijheid. Maar het gaat bij haar erom dat de gezondheid van de samenleving voorop staat. Uw gezondheid telt. Uw leven is veel waard. Denk daarom aan uzelf en uw medemens. COVID-19 maakt geen onderscheid en slaat toe waar de gelegenheid zich voordoet. Help daarom mee besmetting tegen te gaan.
En zo zijn we weer gekomen aan het eind van Focus. De communicatiedienst Suriname condoleert de nabestaanden van zij die in de afgelopen periode de strijd tegen COVID-19 hebben verloren. Wij wensen u veel sterkte en kracht toe in deze droeve dagen. De samenleving wordt nogmaals opgeroepen de maatregelen en hygiënevoorschriften in acht te nemen. Het is in ons aller belang. Het komend weekend is de totale lockdown nog steeds van kracht. Wij blijven u op het hart drukken om ruim van tevoren uw inkopen te doen. Bedankt voor uw aandacht en een fijne avond verder.